Langs de lijn en omstreken. Zullen we Kees even bellen zometeen? Lijkt mij wel heel leuk. Winnaar een veel voor de camera. En zeker met de corona-serie. Ja. Dat heeft indruk gemaakt inderdaad. Maar eerst gaan we terug in de tijd. Terug naar 2014. De 15-jarige Nazario werd al op jonge leeftijd gescout door Sparta. En pendelt al sinds zijn 8e heen en weer tussen Middelburg en Rotterdam. Hij is linksbenig, snel en kan op meerdere posities worden ingezet. Nou goed, je speelt voor veel publiek hier zo. Er zitten heel veel scouts op de tribune. Je naam staat op heel veel lijstjes. Hoe ga je daar zelf mee om? Ja, ik laat het allemaal om me afkomen. En het is mooi dat ze komen, maar ik zie wel wat er gaat gebeuren. Ja, dat was een reportage van de provinciale Zeeuwse krant. En dit komt uit 2014, dus 7 jaar geleden. En we hebben hem nu ook aan de lijn, Nazario. Goedenavond. Hey, goedenavond. Ja, herkende je dit nog? Ja, die herken ik zeker. Lang geleden. Ja, en ik heb er ook even uit die tijd nog een mooie elftalfoto bijgepakt. Kijk even op nporadio1.nl/live als je mee wil kijken. De voetballers van Oranje onder 15 uit datzelfde jaar. En dan zie ik, hij is boven iedereen uit, Matthijs de Ligt. Daar sta je volgens mij naast, hè, links naast hem. Donjon Malen herken ik ook. Klopt. Justin Kluivert, die is ook niks veranderd. Owen Wijndal, daarentegen, die is wel goed opgedroogd. En ook jij staat erop. De nummer 10 hè, had je, of niet? Ja, zeker, zo is het. Ja, vaak de beste spelers. En de reden dat we je nu even aan de lijn hebben is niet vanwege je fantastische voetbalcarrière. Maar vanwege iets anders wat je goed kunt. Maar daar gaan we het zo over hebben. Wanneer krijg je eigenlijk zelf door? Want dit is natuurlijk van de journalistiek. Die zeggen, nou, je kan wel aardig voetballen. Bij Sparta was dat toen. Wanneer had je zelf door? Ik kan echt voetballen. Ik was best wel jong. Toen speelde ik gewoon bij mijn amateurclub. Hier zo in de buurt bij RCS. En op een gegeven moment dan merk je wel een beetje dat het wat makkelijker gaat bij jou dan bij andere gastjes. Dus op een gegeven moment dan gaan ze toch allemaal tegen je zeggen van ja, je kan goed voetballen en zelf. Dan voetbal je maar en je weet niet echt wat je eigenlijk goed doet. Je scoort wel veel, maar zelf heb je dat eigenlijk helemaal niet echt door. Totdat je op een gegeven moment wordt gevraagd voor een profclub om daar mee te komen trainen. En dan ga je talentendagen doen en op een gegeven moment zeggen ze van ja, we willen graag dat je hier blijft, dat je hier bij ons blijft voetballen. En toen dacht ik wel van oké, dit is wel even wat anders dan hier zo bij amateurploeg in de buurt. Dus ja, dan merk je toch wel van oké, ben je toch wel iets beter dan andere jongens van je leeftijd uit de buurt. En ja, dat is alleen maar mooi. Ja, en dan kom je ook nog bij het grote Oranje. Onder 15, dat wel. En in die lichting, ik noemde al de namen. De Ligt, Malen, Kluivert, Wijndal. Hoe lagen die verhoudingen toen? Want je droeg toen nummer 10. Ja, klopt. Ik droeg nummer 10. Maar ja, zij waren toen op die leeftijd waren ze al echt gewoon de beste van onze leeftijd. En altijd als ik ook met hun speelde, dacht ik ook echt van zo, jullie zijn echt goed. En je merkte dan gewoon dat de weken dat je dan bij Oranje was en wanneer je dan terugkwam op de club, dat het verschil met die jongens zo groot was. En dat je dan ook, juist wanneer je bij Oranje terechtkwam, dat je weer echt zoiets had van oké, zo, nu moet ik echt weer even bijbenen om het om te kunnen voldoen aan hun level, zeg maar. Ik had wel altijd gewoon het gevoel van hey, hun zijn echt goed. Ja, dus zij heel goed. Maar keek je dan ook naar jezelf van ja, kan ik dan ooit eigenlijk wel profvoetballer worden? Ja, natuurlijk, zo keek ik naar mezelf. Maar in die tijd, toen alles ging gewoon lekker. Zonder dat ik me echt druk maakte over of ik wel zou presteren. En ik had op dat moment gewoon veel zelfvertrouwen. Dus ik keek gewoon niet van, gaat dit allemaal wel lukken? Want op dat moment dacht ik nog gewoon van, ja, dit gaat mij lukken. Ja. Ondertussen voetbal je niet meer op profniveau. Fast forward, ben je 21 jaar. Als je nu terugkijkt, hè, 7 jaar terug in de tijd. Heb je enig idee waarom je geen profvoetballer bent geworden? Nou, ik denk zelf dat het bij mij eraan heeft gelegen. Niet aan de kwaliteiten, maar meer aan de instelling, hoe ik zelf erin stond. Want als ik ga kijken naar die jongens met wie ik speelde, ik heb het gevoel dat zij gewoon echt een duidelijk plan hadden wat bij mij miste. En ik had voor mijzelf niet duidelijk uitgestippeld wat ik wilde bereiken. Ik had geen duidelijke doelen. En die doelen die ik had, die waren niet groot genoeg in mijn opzicht. Bijvoorbeeld, ik heb nooit
echt duidelijk uitgesproken van ik ga bij Barcelona spelen, ik ga Champions League spelen, ik ga WK winnen. Dat soort dingen heb ik allemaal nooit uitgesproken en die doelen had ik niet helder voor mezelf. Mm. Op dat moment was gewoon mijn doel van ik wil profvoetballer worden. Maar ja, waar is dat? En het was gewoon niet duidelijk genoeg voor mij. Dus ik heb nooit echt kunnen werken voor mijzelf naar die doelen toe. Was dat het mijn doelen die waren een beetje onduidelijk. Maar was dat het aard van het beestje? Of heeft dat ook, lag dat ook een beetje aan de begeleiding? Nee, ik denk dat het gewoon bij mijzelf lag. Kijk, want ik heb in de opleiding bij Sparta heb ik 11 jaar gezeten. En zij hadden ook gewoon een duidelijk plan. Alleen op een gegeven moment ben je zelf oud genoeg om te kunnen. Je moet zelf kunnen inzien van oké, dit zijn mijn plannen en dit ga ik ervoor doen. En ik denk ook dat bij mij de grootste fout is als ik nu terugkijk. Als ik nu terugkijk op alles wat ik heb gedaan, is gewoon van oké, ik heb niet alles eruit gehaald en niet alles gegeven op de momenten wanneer het moest. Kijk, ik werkte echt wel hard. Alleen, ik deed niet veel extra. Nee. Dus als ik nu zo terugkijk, is waarom heb ik niet meer gedaan dan andere jongens die op hetzelfde moment bezig waren, of jongens van mijn leeftijd? Waarom heb ik niet extra uren gepakt en die extra uren gestopt in voetballen? Ik was altijd zo van oké, ik kom natuurlijk ook uit, dan kom ik uit Zeeland en ik speelde dan in Rotterdam, wat best wel een eindje is met de trein, en dan was ik wel laat thuis. Maar op dat moment had ik niet de mindset van oké, ik dacht niet, zeg maar, ik dacht niet op het lange termijn. Hm. En al die uren die je er dan instopt, wanneer je denkt op het lange termijn, zijn van oké, die uren die ik er nu instop, die gaan later gaan mij terugbetalen en gaan mij uitbetalen in de prestaties die ik ga leveren. Maar ja, op dat moment dacht ik gewoon van oké, ik train en ik wil zo snel mogelijk naar huis, zodat ik gewoon weer op tijd thuis ben, anders ben ik weer zo laat thuis. Maar nu ik terugdenk, dan zou ik dat allemaal anders doen. Ja. Er is een moment geweest, ongetwijfeld, want je kan het nu aardig verwoorden. Je kan het heel goed verwoorden eigenlijk. Er is een moment geweest dat je dat hebt beseft. Wanneer was dat? Dat moment, dat was eigenlijk, dat was te laat. Ik was net gestopt met profvoetbal in Bulgarije. En toen kwam ik juist tot mijn rust en ging ik nadenken. En ik was altijd een beetje koppig. Ik wilde niet echt naar mezelf kijken. En ik gaf meestal de schuld aan, het ligt aan de trainer. De trainer stelt me niet op. Hij maakt andere keuzes, daarom speel ik niet. Alleen toen ik op een gegeven moment stopte met profvoetbal in Bulgarije, ging ik echt even tot rust komen en kwam ik gewoon dichter bij mezelf en ging kijken naar wat doe ik zelf eigenlijk allemaal fout en waarom laat hij me niet spelen en waarom is het niet gelukt. En toen kwam ik gewoon tot het besef van oké, het ligt allemaal gewoon aan mij. Ja, ja, ja. En dat is helder en dat heb je onweten te zetten in die energie. Ja, in een kledinglijn, Seaside. Je bent nu 21 en je verkocht in de kleedkamer al kleding, hebben wij uit Betrouwbare Bron. Dus wellicht daar straks meer over. Je dagen zien er nu heel anders uit. Dat heeft Thierry Boon ook gemerkt. Dat is onze verslaggever die bij jou langs ging. Ik sta op rond 6:30, 7 uur. Dan begin ik de dag eerst met mediteren en boeken lezen. Nee, dit klinkt niet als het leven van een profvoetballer. Dan ben ik vaak rond 9 uur ben ik op de zaak. Dan begint de werkdag. Het leven van Nazario speelt zich voornamelijk af op het kantoor. Of ja, in zijn eigen pand, hier op een bedrijventerrein aan de rand van het Zeeuwse Middelburg. Hey. Goedemiddag. Hey. Goedemiddag. Lekker aan het werk, man, hè? Ja, zeker. Goedendag. Eén keer in Rotterdam, Seaside Messenger Back. Nazario, wat ben je aan het doen? Ik heb net even een aantal pakketten ingepakt. Ja, want je wilde profvoetballer worden. Dat hoorden we net, maar dit is geen profvoetbal. Wat ben je aan het doen? Wat ben je geworden? Nee, het is inderdaad even wat anders. Ik ben de oprichter en de eigenaar van Seaside Fashion Label. Bonjour, fashion boy. Bonjour. Ça va bien. Mijn zolen die zijn groot. Van een veelbelovende voetballer naar een jonge ondernemer dus. En in de mode. Want dat zat er al vroeg in.
Ik ben zelf altijd wel een modemannetje geweest. En misschien ook wel iets te veel dat mensen dachten van... hé, wat draag je? En misschien had ik het ook wel niet moeten dragen. Zoals die schoenen met die studs. En dan dachten mensen van, ja, waarom draag je dat? Of rode broeken. Maar zolang ik het zelf mooi vind, dan draag ik het. Maar voetballerij, harde wereld, de kleedkamer, veel humor. Word je dan helemaal afgemaakt? Nee. Want die gasten vonden het altijd zelf wel vet wat ik droeg. En vaak was ik ook wel de eerste die ermee kwam. En af en toe waren de meningen dan wel verdeeld. En nu ik erop terugkijk, misschien was het ook niet de beste keuze. Maar... ja, zoals ik zeg, zo ben ik gewoon flamboyant. En ja, dat is ook gewoon hoe ik me toen kleedde. En zie waartoe het heeft geleid. Als ik hier om me heen kijk, zie ik twee grote rekken vol met kleding. Met jassen, met tassen, slippers, petten, t-shirts, zonnebrillen. Allemaal met het plastic er nog omheen, klaar om verstuurd te worden naar de klant. En ja, als het zo'n berg kleding is, dan wordt het wel heel lastig om dat allemaal in je eentje te doen. En dus heeft Nazario er hulp bij gevraagd. Hij heeft inmiddels 3 man personeel, zijn jongere broertje en 2 vrienden, Izzy en Stefan. En die kent hij al heel erg lang, van voetbal, maar zelfs al van school. Ja, hij had altijd wel een beetje de mooiste kleren aan, weet je, die fashion jongen. Dus en hij begon altijd vanuit zijn kluisjes in de middelbare school shirts te verkopen. En uiteindelijk is dit zo groot geworden. Het is wel heel mooi om te zien. Ja, het is een baas, maar het is ook een hele goede vriend van me. Dus dat gaat wel goed samen. En is al echt wel een harde werker. Dus dat zeker. Denk je dat hij baalt dat hij geen poffenballer is geworden? Of vindt hij dit stiekem veel leuker? Hoe ik hem natuurlijk vroeger al kende, zeg maar, van groep 1 tot en met 8 zaten we bij elkaar. En dan was hij altijd eind van de middag al pleiten, zeg maar, rond een uur of twee, dat hij moest gaan trainen. Ja, dat was gewoon zijn leven, zeg maar. Maar ik denk als hij nu naar de huidige situatie kijkt, dat hij echt heel tevreden kan zijn. Het leven loopt hoe het loopt, zeg maar. En ja, als het geen profvoetbal is, dan ben je een succesvolle ondernemer. Ja, klopt. Bonjour, fashion boy. Bonjour. Ça va bien. Mijn muziek. Die muziek ook. Een bijdrage van Thierry Boon, zeg ik er even bij. Nazario de Freitas, voormalig voetballer. Nu succesvol in de kleding dus. Die dus verkocht, Nazario, begrijp ik, vanuit een kluisje op school. Hoe ging dat? Ja, klopt. Mijn schoolkluisje op mijn hogeschool. maar was dat een groot kluisje of propte je gewoon zoveel mogelijk kleding in je kluisje? Hoe ging dat? Nee, de kluisje was niet zo heel groot, maar er paste aardig wat in. Oh, toch wel. Op een gegeven moment had ik ook meerdere kluisjes, dus dat werkte goed. Waarom heet het eigenlijk Seaside? Ik kan het wel inkoppen, denk ik, maar... Ja, het is eigenlijk wel lang verhaal. We komen hier, ik woon zelf en woon ik in Zeeland. En vroeger, ik ging al heel vroeg, op vroege leeftijd ging ik naar Sparta Rotterdam. Ik was toen 8. En altijd als ik dan terugkwam, klaar was van de training, en ik kwam hier terug in de buurt en ik ging voetballen met de oudere gasten uit de buurt op het voetbalveldje. Dan werd altijd gezegd van, als je later prof bent, nooit vergeten waar je vandaan komt. Je moet ons nooit vergeten, laat me niet merken dat je arrogant wordt, dit en dat. Dus toen ik met dit merk kwam, toen dacht ik van, Seaside, ja. Als dit groot wordt, dan weten we nog altijd van, oké, hier komen we vandaan. Ja, ja. Dus zo is het eigenlijk ontstaan. Ja. Goed, er zijn meerdere jongens uit de voetballerij waar je gelukkig nog wel contact mee hebt. Ja, we hebben contact gezocht met een van je oud, nou ja, in ieder geval oud clubgenoten. Ik weet niet of jullie samen hebben gezeten. Dieroy Duarte, goedenavond. Yes, goedenavond. Goedenavond. Heb je nog samen gespeeld of niet? Ja, ja, zeker. Ik, wat Nazar zegt, vanaf zijn 8e hebben we samen gespeeld vanaf de F's. Bij Sparta, hè? Bij Sparta Rotterdam. Ja. Ja. En zeker wel tot de B1 volgens mij. Dus dan ken je ook wel goed. Dan kan ik het eigenlijk ook best aan jou vragen. Waar is hij nou beter in? In voetbal of toch modeontwerpen? Dit is een lastige vraag. Hij was zeker een hele goede voetballer. Ja. En toen we ouder werden, toen was hij ook altijd het talent van Sparta. Toen werd hij altijd gezien als het talent van Sparta. En
Ja, maar als modeontwerpster was hij ook als kleine jongen altijd bezig. Ik wist nog dat ik bij hem thuis was en toen waren we misschien 11 of 12 jaar. En toen was hij al met Seaside bezig. Dus ik denk echt dat je die twee wel met elkaar kan vergelijken en daarin moeilijk een onderscheid kan maken. Maar hoe was dat dan voor jou? Als hij dan weer eens met zijn schoenen met studs, ik heb het maar even opgeschreven, of zijn rode broek binnenkwam. Ja, dat was, hij was wat ik Stefan ook hoorde zeggen, hij was altijd de jongen met de beste fashion, zeg maar. Hij kwam altijd met die leuke kleding en hij kon ze altijd goed samen matchen en zo. En ik wist wel dat wij teamgenoten altijd naar hem keken van, maar we willen een soort van net als hem zijn eigenlijk. Ja. Oh echt? En dat was echt waar, ja. Wist je ja. dat, Nazario? Nee, dat wist ik helemaal niet. Dus ik wist wel dat ze altijd aan me vroeg van, hé, waar heb je het gehaald? Maar verder ook niet. Ja, maar wat was het antwoord? Wat zei je dan? Ja, gewoon waar ik dat gehaald. Gewoon een Zaraatje of... maar er komt een moment dat je natuurlijk tegen ze zegt, nou, is gewoon voor mij. Kan je bij mij kopen, een paar tientjes? Ja, maar dat was later pas. Oh, toch wel. Wat is het laatste wat jij van hem hebt gekocht, Leroy? Ik heb het laatste... wanneer was het? Eergisteren of gisteren heb ik een shirtje van hem gekocht. Ja, gisteren heb je gekocht. Gisteren toevallig, ja. Hmm. Dus, hij heeft een nieuwe collectie uit, volgens mij 2 shirtjes. En ik heb een shirt mogen bemachtigen. Ja, en wat staat er dan op? Hoe ziet het er nu uit? Geen rode broeken en schoenen met studs? Nee, dit is een zwart shirtje met wel wat effectjes erop. En denk ik met een boodschap achter. Freedom staat er op het shirt. Ja. En ik denk dat ook heel goed past in deze tijd. Ja, het grote verlangen wat we daar met elkaar naartoe hebben. Ja, Leroy, ik hoop dat je plezier hebt van je aanwinst uit de nieuwe collectie van 2 shirtjes. Dank dat je even mocht bellen. Ja, zondag tegen VVV, hè? Geloof ik, hè? Zondag tegen VVV, ja, klopt. Het gaat sneeuwen, man. Ik hoop voor je dat doorgaat. Neem je slees mee. Ja, dat zal ik doen. Yo, bedankt. Hoi, hè. Leroy Duarte. Nazario, is het een voordeel dat je eerst profvoetballer bent geweest en dan dat je nu modeontwerper bent? Heeft dat ergens nog raakvlakken? Ja, ik merk zelf heel erg dat het voor mij heel erg positief heeft uitgepakt. Dat ik eerst als voetballer heb mogen werken en nu eigenlijk in de mode ben. En met een eigen bedrijf, eigen onderneming. Ik merk vooral dat gewoon... dat de mentale kracht die je moet hebben als voetballer, aangezien je echt met heel veel tegenslagen te maken krijgt, met meer tegenslagen dan met wins eigenlijk, dat in het ondernemen is dat net zo. Mm. En in voetbal heb je natuurlijk heel veel, je wordt niet opgesteld, je presteert niet goed, waardoor je misschien in een mentale dip zit of... gewoon allemaal dingen die tegenzitten. En ik merk nu dat, nu ik ondernemer ben, dat in dit leven heb je ook gewoon heel veel tegenslagen. Alleen omdat ik er al zoveel heb mee moeten dealen in het voetbal, merk ik dat nu gewoon dat ik eigenlijk door die obstakels gewoon... ik vind makkelijker een weg om, zeg maar, om het weer te herpakken. En gewoon met alles. Ook gewoon met het doorzettingsvermogen. En wat mij ook echt heeft geholpen van voetballer naar ondernemer is dat ik, zeg maar, alle fouten die ik heb mogen maken in het voetbal, dat ik weet dat ik weet hoe ik die fouten nu hier zo in het ondernemen niet meer... dat ik daar niet meer tegenaan loop. En dat helpt mij gewoon in dit nieuwe vak, wat ik nu een beetje aan het ontdekken ben, weet ik gewoon van, oké, deze fout heb ik gemaakt, die hoef ik nu niet meer te maken. Nee. En ja, dat hangt wel samen. Ja, en volgens mij heb je de doelen nu ook wel meer helder dan toen je, wat zal het zijn, 16 was. Nazario de Vreters, dankjewel dat we even met je mochten praten. De profvoetballer die nu modeontwerper is geworden. Dank voor je verhaal. Yes, hartstikke bedankt. Fijne avond nog. Fijne avond. Ja, we hoorden het net om 9:30 al, de Zilveren Camera 2020. Kees van der Veen heeft hem gewonnen. Hij won de prijs met zijn fotoserie over coronapatiënt Piet Fransen op de intensive care in Assen. Toen zei ik al, zullen we even met hem bellen? Nou, daar hebben we gedaan.